Robert, om nog even terug te komen op het duel met ADO Den Haag. Welk gevoel hou je over aan dat duel? Nou ja, we hebben natuurlijk. We kunnen die wedstrijd niet loszien van de twee wedstrijden die we daarvoor hebben gespeeld. En ja, dan moet ik zeggen dat we een stap gemaakt hebben. Ten opzichte van AZ. En dan zie je met name dat we tot het eind toe een poging hebben gedaan om, om die wedstrijd naar ons toe te trekken. En, dus daarin vind ik dat we een stap hebben gemaakt. En daar kunnen we dus ook prima mee verder. En die volgende stap die komt al snel. De wedstrijden volgen elkaar in rap tempo op. Morgen staat het bekerduel met Hercules op het programma. Hoe bereid je ploeg voor in zo'n kort tijdbestek? Nou, op dezelfde wijze zoals we de competitiewedstrijden voorbereiden. Dus we analyseren de tegenstander en laten dat terugkomen gedurende de week in woord en gebaar. En op die manier neem je iedereen en alles serieus wat die bekerwedstrijd. Alleen je hebt er wat minder tijd voor. Je zegt wel, we nemen het uiterst serieus. Je gaat dit duel niet gebruiken om andere dingen uit te proberen? Nee, dat lijkt me niet. Omdat ik vind dat we nog maar net ook een nuance hebben aangebracht in onze speelwijze. En dat verdient absoluut een kans om dat verder te ontwikkelen. En dan moet je niet weer al te veel wisselen. Hercules is een derde divisionist. Waar schuilt nou het gevaar in tegen zo'n ploeg? Nou, het verschil in kwaliteit met tweede en derde divisionisten ten opzichte van de keukenkampioendivisie, die is niet dermate groot dat keukenkampioendivisieclubs in alle gevallen hun wil op kunnen leggen. Vaak zijn het ploegen die ook beschikken over een x-aantal ex-betaald voetbalspelers. En een aantal jongens die echt wel weten waar Abraham de mosterd haalt. Vaak een hele stugge laatste lijn, wat snelheid aan de voorkant, een targetman voorop, een middenvelder die het verschil kan maken. Ja, ze staan niet voor niks tweede in die derde divisie. En wij moeten zorgen dat we ons aan ons plan houden en dat uitvoeren met de kwaliteit die daarbij hoort. Okay, dankjewel, tot morgen. Alsjeblieft.